Ja, ik krijg hem regelmatig, die vraag. Ja, Arie, wat vind jij nou eigenlijk van Marcel en Gijs van het programma? Nou, oké. Ja, ik ontkom er niet aan. Ik moet er ook iets over zeggen dan. Ja, laten we beginnen met het experiment, vrienden, is mislukt. Dat is duidelijk. Ja, want wat zien we hier nou? We zien gewoon dat de vaste kern, de mensen die het programma leuk vonden op NPO 3, dat Media Insight. Ja, nou ja, die kijken weer. Die kijken met z'n allen en die vinden dat leuk. En de mensen die vandaag Insight leuk vinden, die kijken absoluut niet. Want die vinden het helemaal niks. Die vinden het te traag en die vinden het vervelend. En die hebben er gewoon geen zin in. Ja, op dat tijdslot van 9:30 tot 10:30... Ja, daar is SBS heel veel kijkertjes kwijtgeraakt. En die zijn allemaal naar Jinek gegaan. De Jinek, die zit ineens weer op het schild. Ja, 200.000 kijkers erbij. Dus ja, het experiment is gewoon mislukt. En hoe komt dat nou, vrienden? Ja, die Marcel en die Gijs, ja, die zitten in een enorme spagaat natuurlijk. Want ja, zij moeten natuurlijk wel aan de grachtengordel. Want daar zitten hun fans. Moeten ze wel laten weten van, ja, wij zitten natuurlijk wel bij SBS. Volkszender, natuurlijk vinden jullie niks. Maar wij blijven natuurlijk wel gordel. We blijven wel links, zou ik maar zeggen. En ja, vooral zuur. Ja, als Marcel en Gijs een yoghurt zouden zijn, hè. Ja, dan zouden ze geadverteerd worden met linksdraaiend zuur. Ja, zo zou het zijn. Plus die Marcel, die moet ook nog eens een keertje al die tijd, ja, maar cynisch blijven in dat typetje en sarcastisch. Ja, dat is gewoon geen uur vol te houden. En dat is ook een uur lang helemaal niet leuk, vrienden. Nee, en kijkers vinden dat is ook niet leuk, dus die haken eraf. Daar zit een beetje het probleem in plaats dat die gasten nou een beetje veel meer zichzelf zijn. En af en toe even in zo'n typetje duiken. Dat zou de zaak wel een beetje helpen, maar nee hoor. Het geheel is gewoon een soort Wim T. Schippers. Ja, dat is het. Dat heb ik vanaf het begin af aan al gedacht. Want ik ben een enorme fan van Schippers. Schippers, die maakte van amateurisme en ongemakkelijk. Dat heeft hij verheven tot kunst. Ja, geweldig. Met Servet, met HC, met Van Oegel. Het is en rare situaties. En hele leuke, scherpe en geestige teksten. Maar ja, dat is een andere koek, vrienden. Ja, en dat zien we hier natuurlijk allemaal niet. Nee, we zien hier een hele matige tot slechte uitvoering van Wim T. Schippers. Maar goed, daarom, vrienden, daarom, jullie en ik, ja, wij kijken weer uit naar vandaag Insight.